wat er gebeurde in de vorige aflevering. Wat is hier aan de hand? De burgemeester is helemaal hoe noem je dat? Oh, hij is helemaal op hol geslagen. Ik zei, renoveer de stad, zorg dat mensen hun huizen terugkrijgen. Maar dit is niet wat ik bedoelde. Kijk wat hij allemaal aan het doen is. Kijk, daar zit zijn nestje daar. En daar is de draak. Oeh, hij mag me niet zien. Oeh, hij mag me niet zien. Zo. Oké, jongens, we zijn er. We zijn er. Oh. Oh, hij heeft een eitje. Oh mijn god, een... Oh, die wil ik. Ik wil dat ei. En al dat goud, jongens. Oh, maar ook wat schedels. Dat is minder leuk. Jongens, welkom bij een nieuwe Content V video. Vandaag zijn we nog steeds niet in onze grote stad. En het eerste wat ik zie dat ik de server join, oftewel de survival, is het feit dat er overal weer moderne dingen zijn gebouwd, jongens. De vorige aflevering hebben we, weet ik veel wat allemaal gedaan, zijn we naar de draak geweest. Heb ik mijn eigen huizen geprobeerd te bouwen. Heel klein beginnetje gemaakt. Ik zie dat de burgemeester ook weer druk is met van alles. Maar een klein beginnetje gebouwd aan mijn huis. Hier. En volgens ben ik echt een dag of twee weg en ik kom terug. En er zijn zoveel nieuwe moderne. Er staat een groot huis daar. Er is hier weer een nieuw huis gebouwd. Het dierenverblijf is in één keer modern. Het huis van de burgemeester ziet er meer af uit. Waarom sloeg hij hem? Wat is er gaande? Hij is aan het slaan. Wat een slechte burgemeester. Oh my days. Ik ga gewoon met hem praten. Er is trouwens ook gewoon een nieuw pad aangelegd. Hij is met hele stoepere randen aan het werken en zo. Hallo, Florian, de burgemeester. Oh, je bent er ook weer. Ja, tuurlijk. Ik kom ook weer een keertje kijken. Hoezo? Ik kom ook weer een keer... Jongen, er is weer geen tijd voor werkoverleg. Het is werken of anders vertrekken. Ja. Wat is er allemaal... Je hebt weer allemaal nieuwe dingen gedaan, zo te zien. Je bent druk met de modernisering bezig van de stad. Klopt. Ja, je huis ziet er een stukje verder uit. Nog niet af, maar wel verder. Ja, nog steeds niet wat ik het wil. Dus waarschijnlijk gaan ze er gewoon een flink nieuw huis voor mij bouwen. Wordt dit een schuur of zo, want... En dit dan? Wordt dit je huis? Want dit was die van... Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja, maar dit was die van die villager die ons hier naartoe heeft gebracht. Ja, nou, dat verhuizen we. Zo moeilijk is het allemaal niet. Ik bouw een hele nieuwe stad voor ze. Maar, wacht even. Hallo! Hallo! Florian, ja, wat is het nou? Ik wil even een momentje van je tijd nemen. Als het even mag weer. Het is geen tijd voor bad. Eruit! Hup. Er zit niet eens... Er zit niet eens water in. Ja, inderdaad. Het water moet niet hierin, dat moet in mijn zwembad. Hier. Ja, ik zie dat je ook nog steeds druk bent met het zwembad, maar het ziet er nog niet echt mooi uit. Nee, de bouw is stil. Wat is dat? Dat is de tuinslang. De tuinslang? Oh mijn god, ik zie het, daar loopt helemaal wat water in daarin. Maar de bouw ligt, hoezo ligt de bouw stil? Omdat de materialen schaars zijn. Dat heb je wel eens, dat gebeurt hier nou wel eens. Ja, ik was ook druk bezig met mijn huisje, alleen ik ben er heel even mee bezig. Ja, dat gaat weg. Hoezo? Nou. Ik heb zo een klein beetje mijn best gedaan. Totaal niet echt, want er zitten nog heel veel lelijke blokken en cobblestone in verstopt en zo. Ja, gaat weg. We hebben al vergunning aangevraagd voor slopen. Toch? Maar... Ja. Maar Florian, wacht even. De draak is nog steeds het probleem. Ik ben er gisteren geweest, zoals je kan zien. Hij past gewoon niet in de stijl, dus daarom gaat hij weg. Ik heb mijn spulletjes... Die draak hebben we ook al opgelost. Hoezo opgelost? Die hebben we al een tijd niet meer gezien. Ja? Toch? Ik heb mijn spulletjes teruggestolen, zoals je kan zien. Dus ik zou als het ware terug kunnen vliegen naar huis. Ga ik niet doen, want ik wil het probleem oplossen van de draak. Maar misschien eigenlijk ook niet. Ik twijfel. Ik wil eigenlijk liefst gewoon naar huis hier. Ik wil deze stad achter me laten. Ik wil hier niks meer te maken mee hebben. Ik wil gewoon naar mijn eigen stad. Ja, maar we hebben eerst nog een ander probleem op te lossen. Nou? We zouden hier eigenlijk heen gaan voor een privédetective. Ja, en dan hebben we nog steeds... Alfred's museum is waarschijnlijk echt 100 miljoen keer beroofd inmiddels. Wat zit je nou? Ik ben met je aan het praten. Ja, laten we even naar beneden gaan. Ja. Even al die afleiding hierboven. Ja, want ik heb wel een bericht ontvangen van dat ding. Dus, je hebt van de privédetective een bericht ontvangen. Ja. Oeh, oké. Dat is top. We pakken er wel even een drankje bij. En, lekker. Ga eerst even schuin naar de wc. Oké, ga jij maar even naar het toilet. Dan gaan wij heel even wachten of we kunnen kijken of we de privédetective misschien contact mee op kunnen nemen. Want blijkbaar heeft de burgemeester dat al gedaan, dus ik ben heel benieuwd. Huh? Burgemeester, hoorde je dat ook? Huh? Hallo Florian, hoorde je dat? Ik ben even druk. Hoorde je dat niet? Ik hoorde een... Weet je, ik ga zelf wel kijken, stikken, maar dan ga jij maar lekker poepen. Ik hoorde een knal. Oh, is het niet weer de draak? Oh, jongens. Oeh, ik ga trouwens wel heel dapper naar boven, maar... Ja, het ziet er nog vredig uit. Ja, het ziet er hallo! Oh, nee. Ja, Fred, wat doe je? Ja. Wat doe jij hier? Nou, nee. Nee, laat me. Een dikke smakker. Fred, wacht. En jij ook. Wat doe je hier? Hallo. Waar kom je vandaan? Hé? Waar kom jij vandaan? Ik kom van ver weg. Ik hoorde een knal. Het is gelukt. Joepie, jee. Joepie, jee. Fred, wacht even. Wacht even. Hè? Waar kom jij vandaan? Ik hoor in één keer een knal en in één keer sta jij hier. Ik heb jullie gemist. Jullie bleven veel te lang weg. En ik heb jullie opgezocht. Ja, maar hoe heb je ons gevonden en hoe lang zijn we weg geweest? Ik heb jullie gevonden door een orderbestelling van de burgemeester. Met een adres voor nieuwe materialen in zijn computer. Oh. Maar hoe ben je hier gekomen dan? Want met het is gewoon een willekeurig... machine. Met je nieuwe machine? Ja. Oh, machine. Oh mijn god. Waar kwam je vandaan? Waar is die machine? Ik zag je daar vandaan komen. Ja, hierboven staat het ene deel. Wat heb je... Oh, Fred, wat heb je nou weer gebouwd? Wat is dit? Dit stond er net nog niet. Nee, wat is het? Dit is de ontvanger van de teleporteermachine. Oh mijn god, je hebt een teleporteermachine gebouwd. Het is niet te geloven, Fred. Je hebt jezelf weer overtroffen. Maar kunnen we hiermee ook terug? Dan moet ik even wat veranderen en kunnen we heen en weer. Oh, alsjeblieft. Ik wil zo graag terug naar mijn eigen stad. Ik ben zo zat hier. Ik alsjeblieft. Kan ik hier gewoon... Stuur me terug, Fred. Ik wil zo graag terug. Wacht. Ga jij dit oplossen? Ik ga de burgemeester even halen, oké? Dat is goed. Ja? Ik wens jou een fijne middag. Ja, ik ben letterlijk echt 1 minuut weg. Oh. Dus tot zo, oké? Tot zo. Oh mijn god, jongens. Die Fred... Dit kan niet geloven dat die Fred ons gewoon gered heeft. Laten we het gelijk de burgemeester vertellen. Burgemeester! Florian! Florian! Dat je de wc uitgaat. Je moet goed schoonmaken. En anders doe je het maar gewoon niet. Ja, maar ik snap niet waarom je daar staat. Ik snap niet dat je hier bent. Ik wil gewoon dat je je weg gaat. Je komt niet zomaar binnen zonder te kloppen. Hallo? Hé, klop. Ja, jij komt wel binnen zonder kloppen. Dan komt de Heidi zeggen. Oh, wat doet hij op je toilet? Ja, dat snap ik dus ook niet. Dan ben ik hem de hele tijd aan het vragen. Ik zat hier de hele tijd en ik zag hem niet eens. Ik zat hier zo en ik hoor ineens... En ik schrik me helemaal als apenlazerus. Maar, Florian, Fred is er. Wat Fred is er? Ja, Fred is boven. Die is druk. Die heeft een teleporteermachine gebouwd. Die komt ons redden. We kunnen hier weg. Wat? Ja, hij heeft een teleporteermachine gebouwd. We kunnen naar huis. We kunnen terug naar onze eigen stad. Naar mijn stad. We zijn gesloten. Oh. Dank je. Oh, waarom luisteren die villagers naar jou? Maar, ik de baas ben. Oké. Florian, ik wil naar huis. Fred staat boven. Fred staat boven. Waarom lach je zo? Ik weet het niet. Oh, maar Fred staat boven, Florian. Ik wil naar huis. Ik vind het gewoon heel grappig dat die villager gewoon naar jou luistert. Nou, daar ben ik blij mee dat ze luisteren. Ja, dat snap ik. Maar ik ga naar huis. Ik zeg tot ziens. Blijf hier. Stik erin. Hier mag je burgemeester zijn. Je hoeft niet burgemeester te zijn voor mijn eigen stad. Blijf lekker hier, weet je. Dit is jouw stad. Dat mag je helemaal hebben. Ja, erbij. Dat snap ik. Nee, niet erbij. Weet je? Je bent altijd gemeen tegen me geweest. Ik ga je gewoon niets meer helpen. Blijf lekker hier. Ik ga naar Fred, oké? Ja, ik ga mee. Oh, je gaat wel mee. Oh, dan gaan ze naar de kant. Nou, we gaan naar Fred. Ja, het is niet te geloven, Florian. Ik weet het, maar hij staat er gewoon echt. Het is, kijk, dit is het. Fred, je bent echt de held. Ik heb de burgemeester. Lelijke machine, dit moet ook weg. Lelijke... Dit gaat ook leuk om jullie te zien. Ja, ik heb jouw gedacht gezegd, Fred. Maar deze machine gaat ons redden, Florian. Deze machine gaat gewoon de reden zijn dat we weer naar huis gaan. Ja, ik ook. Naar mijn stad. Mijn stad, inderdaad. Mijn stad. Hallo, baas. Hey, ik heb je gemist. Ga je nog het liefst terug tegen hem zeggen dat hij ons gaat redden, of? Ik heb al je werk opgepakt en afgemaakt. Fred is veel te goed voor jou. Ai, ai, kapitein. Fred is veel te goed voor jou, Florian. Goed, kunnen we terug? Ja, we kunnen terug. Hoe werkt het? Hoe werkt het, Fred? Moet ik eronder staan? Moet ik naast staan? Wat moeten we doen? Ik heb geen idee hoe het werkt. Dat zal ik jou vertellen. Nou? Als jullie hieronder gaan staan, druk ik op de knop. En gaan we met z'n allen met een mooi effect terug naar de stad. Met een mooi effect. Ja. Kunnen we tegelijk? We kunnen tegelijk? Ja. Oh, oké. Nou, waar wachten we nog op? Ja, ik vind prima. Ik ga staan. Fred, kom je ook deze kant op? Ja. Zo, kom maar Fred. Goed zo. Oké, daar gaan we dan. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben helemaal klaar. Ik ben wel een beetje bang, moet ik zeggen, Fred. Ik ben de hele tijd al klaar, maar goed. Ik wil nu gewoon terug. Het kan nog lang duren. Kunnen we hier ook wel terug heen naartoe? Want we moeten misschien wel de toekomst nog... Ja, we kunnen heen en weer. Oh, we kunnen heen en weer. Want we moeten die villages natuurlijk ook nog wel redden van de draak. Moet ik inderdaad nog helemaal opbouwen, ja. En die draak moet ik inderdaad nog oplossen. Die draak moet nog... Want daarom heb ik het hele stad gebouwd. Dus daarom... Fred, ik wil naar huis. Ik ben klaar. Ik wil niet meer in dezelfde... We gaan. 3, 2, 1. Doei. Tot zo. Daar zijn we. Ja, lekker. Oh, was ze... Wat? Fred, wat is dit? Waar zijn we beland? De andere kant. We zijn er weer. Wat? Waar is Florian? Wacht even, waar is Florian? Baas, hallo, burgemeester. Fred, waar zijn we? Baas, oh mijn god. Hallo, baas. Oh, Fred. Nee. Fred, wat is dit? Waarom ziet dit zo groot uit? Waarom, ik maak het me helemaal niet uit, maar ik vind het heel leuk dat jouw hoofd hier staat. Maar, ja, maar baas, zijn we in de stad? Hallo. Oh, wacht even. Oh, my de... Fred, wacht, het komt zo ook. Ik vind het heel leuk, maar we zijn terug, jongens. Oh, we zijn terug in de stad. Oh, wat ben ik hier blij mee. Ik ga nooit meer op pad met de burgemeester. Ik ga... Never, ever, nooit meer op pad met de burgemeester. Ik blijf voortaan hier in mijn stad. Oh, wat ben ik blij om terug te zijn. Fred, ik hou van je. Je hebt een heel nieuw gebouw hier gecreëerd, puur voor ons. Ik vind het een prachtig gebouw, moet ik zeggen. Maar waar is de burgemeester? Die hoorde mee geteleporteerd te worden. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb pech. Oh, de burgemeester, jongens. Hij is niet meegeteleporteerd. Maar wat, dit is de, ja, hoe heet deze ruimte? Wat is dit? De teleporteerruimte, wat denk je dan? Ja, ik dacht, misschien heb je het wel een leuke naam gegeven, want je is de Fredverwisselaar, heet het de Fredinator of zo, weet ik veel wat. Heb je er niet een wetenschappelijke naam voor? Nog niet. Nadenken. Oké. Nadenken. Hij is aan het nadenken, jongens. Hij is aan het, weet ik wat in zijn hoofd. Oh, je wordt gebeld. Oh, god, nee. Ja, waar zijn jullie? Het is de burgemeester, jongens. Dag burgemeester. Hallo. Hoor je mij? Ja, ik hoor je wel. Waar ben jij? Wij staan bij de Fredverwisselaar. Ik ben Fred en ik wil graag terug. Waar ben je? Ik zit ergens, even kijken, ik zie hier om me heen water. Water? Wat water. Nog meer? Nog meer? Je ziet overal water. En als ik onder me kijk, nog meer water. Wat burgemeester. Zwem je ook in het water? Of? Nee. Huh? Oké, ik ga met Fred uit. Ik heb een takje gevonden, daar drijf ik nu op. Ik wil graag gered worden. Ik verbreek nu de verbinding. Oké. Oh jee, hij is niet boos. Fred. Hij vindt het niet zo leuk dat, dat de ding er is. Dat hij verkeerd is geteleporteerd. Ja, dat is een beetje jouw probleem, Fred. Je hebt mij kan je hem niet op dezelfde manier vinden als dat je ons... Waar ga je heen? Wat ga je doen? Fred? Wat ga je doen? Fred? Oh. Ja. Hij is geteleporteerd via zijn machine, jongens. Ik weet niet wat hij aan het doen is, maar het zal wel. Ik ben terug in mijn stad. Hij zoekt het maar uit met de burgemeester. Die ergens in het water is. Wat ben ik blij mee. Elytra is bijna een stuk, maar ik kan nog wel even rondvliegen. Oh, we zijn thuis. Wat heerlijk om weer gewoon in mijn eigen stad te zijn. Wat heb ik dit gemist, jongens. Ik kan er gewoon niet over uit. Hoe erg ik mijn eigen kasteel hier gemist heb. Oh, ik kan gewoon weer mijn blokken gebruiken. Mijn spullen. Ik hoef gewoon niet meer druk te maken om mijn draad. En zo. Het is gewoon helemaal even lekker relaxed. Wat ben ik blij dat we terug zijn. Ben jij nou ook blij? Laat het even weten. Ah! Oké, jongens, ik wil gelijk heel even in mijn enderchest kijken of ik daar nog eten heb liggen. Ja, niet echt. Dus laten we dan even met de diamonds die ik ooit verkeerd... Nou, trouwens deze diamonds doen. Dan gaan we even wat nieuw eten kopen. En dan gaan we daarna even naar mijn lijstje toe. Hoppakee. Eten kan ik hier. Nee, die wil ik niet. Ik wil gewoon... Zo, dit wil ik hebben. Hoppakee. Dus stoppen we een beetje terug hierin. Die 16 namelijk hier en de rest doen we hier. En dan gaan we even naar mijn lijstje toe hier. Want, jongens, nu we terug zijn in de stad... kunnen we ook lekker weer verder met de progressie en zo. Moeten we wel nog even bedenken wat we met die draak gaan doen. Want ik vind het een beetje lullig om die villages naar hun lot achter te laten. En we hebben nog steeds de privédetective nodig. Wat is dit nou weer? Abonneren op Rick Force. Nee, hou op. En wat staat hier? Vogeltje voor Jan. Nee, dat mag ook weg. Oké, plein buiten de... Wat was ik mee bezig? Met stratenoude gedeelte renoveren was ik mee bezig. En de taakstraffen. Die heb ik ook nog met taakstraf, jongens. Oeh. Oké, maar we waren wel echt al heel ver met het lijstje. We hebben echt nog maar een paar dingen die we moeten doen voordat de Content V 3.0 zal beginnen. Overigens begint dat wanneer 1.20 uitkomt op Minecraft. En ik weet niet wanneer 1.20 uitkomt. Het zou in januari uitkomen. Inmiddels is het al februari, dus we zijn echt geen hol verder. Oh, hallo. Huh? Ik hoor vuurwerk. Waar komt dat vandaan? Huh? Waar komt... Oh mijn god, jongen. Elytra is stuk. Ik kan niet omhoog vliegen. Oh, huh? Wat is dit? Huh? Wie is dit? Hallo? Wie ben jij? Hallo? Meneer, kom eens hier. Maar waarom loopt u met zoveel wapens rond door de stad? Hallo, meneer. Oh, mijn god. Hallo! Oh, het is Martin. Oh, Martin, waar kom jij vandaan? Hoi, weer terug, man. Ja, ik ben lang weg geweest. Hè? Maar wat zie je eruit? Wat heb je gedaan? Ah, niet hoor. Dan kan ik niet iedereen meer wijsmaken dat ik de koning ben. Heb jij iedereen wijsgemaakt dat jij de koning was? Ik heb een mooie kroon op mijn hoofd. Ik heb een schild en mijn lans heb ik gepakt. En ik heb mijn mooie... Hoe kom je aan die dingen? Dat kan ik nooit krijgen. Je wil dat kan je gewoon maken, man. Bij de smid, bij al die villagers kun je gewoon runnen. Oh, dat kan je ruilen bij de villagers. Ah, ja, dat klopt trouwens. Oké, maar waar kom je vandaan? Je komt uit de grot vandaan. Ja, ik heb iedereen wijsgemaakt dat ik koen ben. Oké. En ik moet natuurlijk wel het volk goed onderhoeden en... ik moet iedereen wel beschermen. Mijn god. Ja, ik zie het aan je. Maar ja, het ding is, ik ben terug. Dus nu weet iedereen gewoon weer dat ik koning ben. Doe, dan kan alles weer Ruud. God. En mijn schild kan weer... Ik ga weer boer spelen. Jij gaat weer gewoon de boer uithangen wat je daadwerkelijke taak is. Ja, ik dacht eindelijk even een andere baan. Hè. Je weet wel, boeren door de week zijn af elkaar een weekend. Ja. Nou, het was allemaal even vervangen van koning voor altijd. Je was even koning. Ja, maar hoe is het trouwens op boerenleven? Hoe is de welvaart hier? Ik ben een tijdje weg geweest natuurlijk. Ja, waar was u eigenlijk? Ja, ik was onderweg naar een privédetective en toen was de kar gecrashed. Toen moest ik met een draak vechten en weet ik voor wat allemaal. O ja. Ja, een heel verhaal. En het is niet helemaal... Film? Nee, dat is geen film. Dat is echt gebeurd. En de draak is nog steeds niet verslagen, dus wie weet komt hij ooit hierheen. Ik weet het niet. Komt er een deel 2? Dan wil ik met je mee, hè. Dan wil ik met je mee. Weet je, ga jij lekker weer de boer uithangen op het land en zo. Zoek het allemaal uit. Ja, ik ben erg druk hoor. Ja, dat snap ik. Ik snap dat je erg druk bent. Ja, het is bijna weer oogsttijd. Het is bijna weer oogsttijd. Hey, het heeft gewoon rode luis op haar duim, dat is niet normaal. He. Het heeft gewoon heel veel groen kapot. Ik ben niet geïnteresseerd in dat. Sorry. Dag Martin. Wat is dit nou weer? Ja, het spijt me. Ik heb zoveel aan mijn hoofd. Ja, het is naar je hoofd gestegen hier. Nee. Ik kreeg vanuit de hoorn. Waar ga je heen? Daar is geen uitgang. Oh. Ja. Oké, jongens, laten we teruggaan naar het lijstje. Oeh, maar ik moet eigenlijk even eerst mijn Elytra fixen. Dus laten we even naar de end gaan en daar mijn Elytra fixen. Door daar gewoon even die XP dingetjes te regelen en zo. Maar dan moet ik naar de end, de portal, de nether portal. Oh, en de dichtstbijzijnde nether portal vanaf hier is volgens mij die bij Kingdom Vorden. Oftewel de outpost is dat. Dus laten we even naar de outpost gaan. En dan via daar gaan we door naar de end. Dan gaan we naar de Enderman Farm. Kunnen we daar even heel veel XP krijgen. En dan kan die Elytra gefixt worden. Dan doe ik ook gewoon niet meer vliegen. Oh jongens, trouwens. Oh nee, die tolpoort staat er. En ik heb nu geen Elytra om er overheen te vliegen. Nee. Oh, daar heb ik helemaal gisteren. Ah, wie... Huh? Oh, is dat Ariel? Hallo? Hallo? Nee. Ariel, wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Nee! Wat doe je hier? Nee! Heb je weer een nieuwe baan? Nee! Eindelijk dacht ik! Ik kom jou nooit meer tegen! Ariel, wacht even rustig aan! Even rustig aan, wat is dit? Jij werkt, sinds wanneer werk je hier? Ariel! Sinds dat jij de stad uit bent, ik dacht dat je hier nooit meer zou komen, ik ben hem! Ariel, nee! Ariel? Waar is ze? Ariel, jongens, oké, tolpoortje is vrij. Voor de mensen die... ik weet niet, jongens, kennen jullie een beetje het verhaal met Ariel? Want dat gaat nog met de tijd van Frederik en de tijd van Bob de dokter en zo. Laat even weten in de reacties als je Ariel kent en haar verhaal weet. Ariel is altijd boos op mij als ze me ziet. Dus ik ga nu gewoon de tolpoort door trouwens, maar ze is altijd boos op mij. Elke keer als ze me ziet, dan denkt ze weer van nee, dan heb je hem weer. Ik heb haar nooit wat aangedaan. Ze is altijd boos op me, ze is altijd verdrietig dat ik er ben en dan gebeuren dit soort dingen. Ik snap het niet, jongens. Ik snap de reden van Ariel niet. Ze is altijd boos op mij. Ik heb haar toch helemaal niks aangedaan, joh. Nou, intussen tijd zijn we bij Kingdom Outpost aangekomen, of onze outpost, zeg maar de veilige outpost van mijn koninkrijk. Zijn we aangekomen, we moeten even het pad nog zien te volgen hier naar boven. Normaal kan ik dit altijd lekker makkelijk vliegen, maar ja, nu is mijn Elytra stuk. Dan moeten we helemaal door de outpost heen lopen, over de grote brug, naar de netherportal. Ik weet niet waarom dat het dichtstbijzijnde netherportal is in de stad, jongens. Ik moet eigenlijk gewoon een eigen netherportal creëren, die in de stad zit, heel dichtbij. Maar heb ik nooit gedaan in dit seizoen. Het is raar, in Content V seizoen 2 heb ik nooit een mooie netherportal gebouwd. Zo, dan zijn we aangekomen bij het grote huisje hier, of ik weet niet hoe ik moet noemen, het netherportal huisje. Helemaal hier in de verte is dat. En dan doorlopen, dan gaan we hier naar beneden. En daar is hij, jongens. Oh mijn god, wat duurt het lang om hier eigenlijk heen te lopen. Zo, en dan, als het goed is, is dat hier naar buiten en dan naar rechts. Dat is, neem ik aan, niet veranderd. Oei, waar kom jij vandaan? Nu moet ik hier wel vechten. Oeh, ik wil niet damage van jou krijgen. Zo, dan droppen we even. Ik moet oppassen dat ik nu niet in de lava val, want nu kan ik niet wegvliegen, weet je. Zo, daar moeten we in. Komen we namelijk bij de end uit. En zetten we mijn spawnpoint even hier. Voor het geval dat we doodgaan. Hoppakee. Dan hier naar beneden. Via dit zo. Bonk. En dan daar aan het uiteinde spannen alle endermans. En dan kunnen we even mijn... Ja, die tools hoef ik niet te repairen. Maar het gaat vooral om mijn Elytra. Want ik kan gewoon niet meer rondvliegen door de stad. En dat is zoals je zag... Heel belemmerend. Dan beginnen we gewoon met killen, zou ik zeggen. Ik heb wel een zwaardje hiervoor met unbreking. Dat is denk ik echt wat beter. Je kijkt zo. Hoppakee, daar gaan we. Hij is helemaal vol, jongens. Het is een heel kort dingetje om te doen. De route er naartoe duurt eigenlijk het langst. Wat zijn ze luid? Maar kijk, nu kan ik gewoon... Kunnen we weer vliegen. Oh, wat is het fijn om gewoon normaal te kunnen vliegen. Oké, mijn vuurwerk is wel bijna op. Of bijna op, dat is inmiddels op. Dus we moeten even een nieuw vuurwerk regelen. Maar dat kunnen we gewoon bij Julian zijn winkeltje doen. Oh, maar nu heb ik een spawnpoint hier gezet. Waardoor ik niet meer in de stad span. En dan moet ik de hele route terug doen. Vervelend. Oh, moeten ze die hele route teruglopen? Weet je jongens, ik zie jullie wel zodra ik in de stad ben. Om de hele route nou weer terug te laten zien aan jullie heeft ook niet zoveel zin. Oh mijn god, er is hier een creeper om... Oh, dit is geen creeper. Oh mijn god. Alfred, hallo! Goeiedag! Hey! Waarom geef je mij ook kusjes? Waarom doe je net zoals Fred? Waarom doe je dat? Ik heb jou ook gemist, maar je hebt geen kusjes. Weet je, kom maar. Omdat je... Nee, niet zo geforceerd. Oh, pff. Wat is dit? Wat ben je aan het doen, man? Dit heb je snel gedaan. Net liep ik eroverheen en was hier nog niks. Ja, nou weet je wat het was? Nou? Ik wist, ik heb gehoord en ik heb het horen zeggen en daarom ging ik kijken. En het was zo. Oh, wauw. En nieuwe botten zo te zien. Ja, en voor in het museum. De stad, dus ik kan hier gewoon graven. Oh, en, maar je hebt wel zeg maar midden op het pad ben je gegraven. Dat is misschien wat minder. Heb je er last van? Nou, eigenlijk soort van wel. Stel, er komt dan iemand met een grote kar aan hier. Ja. Dan moet hij helemaal om het pad heen. En dan gaat hij in het gras, komt hij misschien vast zitten in de modder. Ja. Ja, dan is dat toch een probleem. Maar dat maakt niet uit. Weet je, voor Alfred, ik ben blij dat ik terug ben. Ik ben blij je weer te zien. Graaf lekker wat je wil. Hoe is het met je museum? Goed. Ja? Ja. Was er een spulletje al gevonden? Nee. Ben je nog steeds alles kwijt? Ja. Oh. Hé, we hebben een privédetective gevonden. We gaan hem... Ja, alleen maar heel veel vertraging met het ophalen van en zo. Dus komt goed, we gaan hem regelen. En dan gaat hij uitzoeken wie de dief is van jouw museum, oké? Oh. Ja, dat gaat helemaal uitgevonden worden. Helemaal tot de bodem wordt het uitgestippeld. Dat is goed, dan gaan we de dief pakken. En dan ga ik nu verder graven. Ga jij maar verder graven, prima. Ik ga lekker door naar... wat was ik ook weer doen? Oh ja, ik was gewoon terug door aan het lopen naar de stad. Oh jongens, wat ben ik blij om terug te zijn. Wat vind ik het heerlijk. Kijk, ook gewoon om het boerengebied hier weer in te komen. Zo, de spulletjes van de boeren zijn nog steeds niet opgehaald. Dus, maar ja, dat was de burgemeestersprobleem, niet die van mij. Springen we over het tolpoortje heen zo. Hoppakee. Ik moet ook nog steeds de vliegtuigramp van boer Jan oplossen. Maar hè, we hebben zo weinig tijd gehad voor alles, jongens. Er is zoveel gebeurd en zo. We kunnen eindelijk de volgende afleveringen gewoon weer lekker aan de slag gaan. Hier is het hoofd van Coole Creeper. Degene die het toernooi had gewonnen en toen is geofferd. Die is hier ook gewoon gespiesd op een stokje. Laten we heel even snel kijken of ik trouwens in mijn NHS niet gewoon al die tijd vuurwerk had. Nee. Oké, dan gaan we heel even helemaal naar de andere kant van de stad vuurwerk ophalen. Oh, we zijn er. Het is inmiddels echt gewoon dik in de nacht ook gewoon. En dan hopelijk is er vuurwerk, alsjeblieft. Oh, er is genoeg. 1, 2. Het kost volgens mij 1 stack, 1 dia. Dat meen je, Julian. Dan ben jij een aftroggelaar geworden. Zo, hoppakee. Dan hebben we vuurwerk en dan kunnen we gewoon weer vliegen. Oh, en dan ook gewoon echt lang en gewoon goed vliegen. Ik mis wel een bed. Dus laten we heel even snel een bed pakken uit mijn kasteeltje. Want normaal heb ik altijd een bed bij me. Die ben ik nu kwijt door de vermissing of zo. Ik weet het niet. Hebben we hier niet gewoon ergens wol of zo? Dat ik even een nieuw bed kan maken. Wol. Ja, we maken dan eventjes een paars bed. Vind ik een beetje een rare kleur om een bed voor te maken. Een beetje boeien. We maken gewoon een paars bed. Prima. Een bed is een bed, hè. Zo. Dan maken we er even planks van. En dan hebben wij voortaan even een paars bed. Ik vind het helemaal goed. Oh, we zijn thuis. Ik ben zo blij. Ik vind het heerlijk. Ik vind het geweldig. Gaan we volgende aflevering weer beginnen met een beetje progressie, jongens. Want dat hebben we al een tijdje niet meer kunnen doen. Maar voor nu ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker niet te abonneren. Reageer even als je tot dit punt in de video bent gekomen. Bananenkoekje. Een bananenkoekje. Een heel lekker bananenkoekje. En dan nu. Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content V deel. Heb je hem nou gewist? Moet je hem zeker even kijken. Hier ben ik ingebroken in het drakennest. Erg spannend. En dan nu spreek ik later glaasje water. Dat wie vlees bier. Tot de volgende keer.